Bij supermarkt Jumbo Welte in Zomeren kun je voortaan zelf verse melk tappen uit de melkautomaat. De melk is afkomstig van de melkkoeien van Mark en Monique Kolen uit Mierlo. Monique en Harry, we staan in de Jumbo in Zomeren. Er is net de koeienmelk aangesloten. Monique, hoe is het eigenlijk in zijn werk gegaan? Ik ben thuis begonnen met de melktap en ik wilde ook grotere melk verkopen. Dus ik heb eigenlijk gewoon Harry opgebeld met de vraag van ik wil melk verkopen in de winkel. En wat dacht de Jumbo hier meteen over? Toen Monique met haar idee kwam, we waren eigenlijk meer enthousiast. Waarom? Omdat zij iemand is die in de wereld van de boer, noem het maar, een positieve bijdrage kan leveren buiten haar eigen terrein. En dat is dus hier in de winkel. Dus wij vonden dat meteen een goed idee. En ja, alleen dan moet er natuurlijk een fabrikant bij komen. Om, ja, hebben we een machine, hoe moet het in de winkel eruit zien? Ik kom er heel erg op bij kijken bij HACCP en zo. Dus ja, wij zijn er heel erg blij mee samen. Ja. Monique, hoeveel tijd zit er nou tussen de koe eigenlijk meer en hier de melk in de winkel? In feite wordt de koe 's morgens gemolken. En dan doe ik de melk pasteuriseren. En als die teruggekoeld is, dan kan die eind van de dag eigenlijk nog naar de winkel toe. Dus hij is ook echt vers? Hij is echt vers. Ja. En hoe lang is hij dan houdbaar? Dan is hij 10 dagen houdbaar. En Harry, kan je mij nog iets meer vertellen over hier de machine en de prijzen van de melk? De machine werkt helemaal volautomatisch. Hè. We hebben net denk ik, een filmpje gezien waarop staat hoe we de fles vullen. Het eerste dan heel simpel, fles inzetten, druk op de knop en hij telt milliliters of centiliters af. En, in dit geval voor ons 3/4 liter. En die is €1,09. Dus een concurrerende prijs voor verse melk van de boerderij. Hè. Want er zit natuurlijk wel een hele hoop handling voor haar en voor mij ook in. En ik denk dat heel inderdaad de prijs is waar we zeker mee kunnen concurreren. En super vers. En mensen kunnen hier ook gewoon komen proeven? Het weekend wel, een proeverij. Het is niet de bedoeling dat iedereen dus daar natuurlijk het zonder gaat houden en gaat proeven. Dat doet je trouwens ook niet, want dan reageert je niet op en moet een fles onderzetten. Maar dit weekend hebben we een proeverij. Ja. De mensen kunnen proeven van dit is nou echt verse melk van de boerder hier om de hoek. Want iedereen weet direct waar het vandaan komt en dat vind ik prachtig ervan. We hebben ook melk in schapstand, die komt van boeren, maar dit komt specifiek van familie Kolen. Uit Lier op Mierlo, bij het Eindhovens Kanaal. Dus echt regionale melk hierin? Echt plaatselijke melk, ja.